Dames, jullie zien er fantastisch uit, schitterend. Dankjewel. Maar wat is dit een bijzondere fluit? Want ik had een blokfluittrio verwacht. En ja, blokfluit, dat was toch op de basisschool de schrik van iedere scholier. De blokfluit werd eigenlijk gebruikt om alle muzikale energie uit de leerlingen weg te slaan. Tenminste bij ons. Dat is nog steeds zo, denk ik. Ja, maar jullie zijn de blokfluit trouw gebleven. Ja, zeker. Maar dit gaat de blokfluit voorbij, want het is een vierkant apparaat. Als je had gezegd het is een kruisboog, had ik je ook geloofd. Ja, misschien ook van Ikea, weet niet. Moest je hem zelf in elkaar zetten ook? Ja, zeker. Ja, dat is zo'n soort ding wat je zelf moet maken. En die krijgt een heel mooie beschrijving. En dan ontbreekt er weer net één schroefje natuurlijk. Nee, het is echt een serieus instrument. Het komt uit Duitsland van meneer Petzold. En het is echt een blokfluit. Het is echt een blokfluit, maar voor de mensen die naar de radio luisteren, ja, ik zei het kruisboog. Ja, daar heeft het in zekere zin van weg. Het heeft een scherpe onderkant. En waar bestaat het instrument verder uit? Het is gewoon uit hout gemaakt. Het is gewoon hout. Ja, en je drukt op een soort... wat zijn het? Kleppen met filter eraan. Ja, en dan krijg je dat warme geluid dat we net hoorden. Kun je het nog één keer laten horen wat voor geluid daar uitkomt? Ja, bijzonder hoor. Wat heb je net gespeeld voor ons? Gewoon iets, ik weet het ook niet. Gewoon iets, je weet het ook niet? Nee, het hele stuk van dit bedoel ik. Cadanza van Willem van der Van Nieuwkerk. Componist, die woont in Amsterdam volgens mij. Voor fluit geschreven? Oorspronkelijk, de eerste versie, als ik het goed weet, was voor synthesizer, maar keyboard. Zo'n casiootje? Ja, het was voor een dansstuk geschreven. Maar hij heeft zelf ook de bewerking voor blokfluit gedaan en wij hebben dan weer een nieuwe versie ervan gemaakt. Voor de vierkante fluit? Ja, maar hij vindt hem heel leuk. Nou, dat geloof ik. Wij vonden hem ook heel leuk. Straks veel meer van jullie. Ik ga eerst even naar een wereldster in ons midden. Het is niet te geloven. 3 keer beste muzikant van Bulgarije. Speelt met de grootste en de beste orkesten ter wereld. Dit is...